Kurt of Koert die vraagt van of ik mahoniehut.be wil gaan bekijken. Tuurlijk wil ik dat. Eerste wat me opvalt is mahoni.be/nl/index.asp. Dus dat is het eerste wat me opvalt. Wat eigenlijk direct, waarmee ik eigenlijk dan direct kan zien, is dat je website niet SEO is geoptimaliseerd. Als ik even klik op bijvoorbeeld verwarmd buitenbad, dan zie je hier bovenin dus al dat je website niet SEO is geoptimaliseerd. Dus mijn directe feedback, en hier zie je ook Get Adobe Flash Player, waarschijnlijk een hele fancy ding hier. Wat je pas ziet als je die nieuwste versie hebt gedownload. Mijn advies aan jou is om je website, zoals je nu is, over te zetten naar een WordPress website. Dan is je website direct SEO geoptimaliseerd. Ziet er ook wat nieuwer uit. Het is een beetje een oldschool design. En dan is het ook direct, wat ik zei, SEO geoptimaliseerd. En nu kun je heel hard je best doen om goed te ranken in de zoekmachines. Maar je bent gewoon altijd je staat altijd gewoon structureel 2-0 achter in de zoekmachines. Dus ik kan je zeggen, je kunt allemaal dingen gaan aanpassen. Maar ik raad je aan om gewoon over te gaan naar WordPress. Zodat je gewoon een mooie site hebt die goed geoptimaliseerd is en die je opnieuw kunt inrichten. Nou, dit natuurlijk ook. Hier zit waarschijnlijk iets moois, maar ook dat, het is gewoon oldschool, het werkt niet. Ga over naar WordPress, is mijn advies aan jou. Ik hoop dat je wat aan hebt. Succes, doei!